Antiquaar Rob de Bree van de Zilveren Eeuw uit Zwolle is vanaf nu elke eerste vrijdag van de maand aanwezig in de Grote Kerk. Rob is gek van antieke boeken. Daarom wil hij graag met de bezoekers van de boekenmarkt in gesprek over zijn passie. Het was dus de bedoeling dat mensen dan hier komen en om met elkaar erover te hebben. En ik ben antiquaar, zoals dat heet. Hè. Geen antiquair, maar ik ben antiquaar. En het verschil is dat een antiquaar oude boeken en oude prenten verkoopt. En een antiquaire die verkoopt alles, nou ja, eigenlijk alles wat antiek is. En omdat ik daar nogal veel mee bezig ben geweest, vind ik het leuk om mensen iets meer te vertellen over oude boeken en wat het verschil is tussen oude boeken en nieuwe boeken. Een van de boeken waarop vandaag over in gesprek gaat is het boek Julia van Rijnvis Veit. Nou, ik heb heel veel favoriete boeken, vooral als ze uit het eind van de 18e eeuw zijn. Maar een daarvan is dus de Julia van Rijnvis Veit. En dat heb ik dus nu toevallig ook vandaag bij me, want vandaag praat ik dus ook met mensen over oude boeken. Nou, en dan laat ik dus een beetje zien waarom dat nou zo'n interessant boek was in die tijd. En dan zeg ik dus altijd maar weer de Julia van Rijnvis Veit uit 1783. Dat is eigenlijk de Turks fruit van de 18e eeuw. En heel veel mensen die snappen dat wat ik daarmee bedoel. En als ze het niet snappen, leg ik het gewoon uit. Rob wilt op de boekenmarkt graag in gesprek met Zwollenaren over de boeken die gaan over de Zwolse geschiedenis. Het kan ook een hele grote emotionele waarde hebben. En het kan ook heel interessant zijn voor jouw kijk op de geschiedenis. En dan gaat het mij speciaal over de Zwolse geschiedenis. En daarom heb ik dus boeken bij me. Als ik hier kom te zitten. Van bijvoorbeeld Rijnvis Veit, de beroemde schrijver uit het eind van de 18e eeuw. Als je dus in Zwolle woont, laat ik het zo zeggen, en als je in Zwolle werkt, dan is het toch wel een beetje leuk om een beetje in de gaten te hebben van wat hier nou vroeger allemaal gebeurde. En dan weten de meeste mensen dus nog steeds niet dat Zwolle zo belangrijk is geweest voor ons, omdat daar bijvoorbeeld Rijnvis Veit heeft gewoond in de Bloemendalstraat. En een paar huizen verder, daar zat Johan Dirk van de Kapelle. Ook in de Bloemendalstraat dus. En die mensen die hebben ervoor gezorgd dat wij nu in een democratie leven. Wil jij ook in gesprek met Rob? Kom dan iedere vrijdag van de maand naar de Grote Kerk vanaf 1:30 tot 3:30.